Richard Witsche, terug in Barcelona. Wat doet het stadion met jou? Ja, dat doet wel iets natuurlijk. Het is al een tijd geleden, 22 jaar geleden dat ik hier kwam. En er is niks veranderd eigenlijk qua interieur. Hoe kijk je terug op jouw periode bij deze club? Ja, ik heb een fantastische periode. We hadden een hele goede groep. En, in die tijd was er een regeling dat er 3 buitenlanders mogen voetballen in de La Liga, zeg maar. En we waren met Stoikov, Laudrup en Koeman. Ik was de 4 als hele jonge jongen. Ik heb nog wel aardig wat wedstrijden gespeeld. In de Europa Cup kon ik alles meedoen, behalve finale omdat ik geblesseerd was. Maar ik heb hier een toptijd meegemaakt. Nu staat Ajax hier aan de vooravond van de eerste ontmoeting, hè? De eerste officiële wedstrijd tussen beide clubs. Ja. Wat verwacht je daarvan? Ja, het is gewoon heel moeilijk spelen. Kwaliteit, elke positie is natuurlijk sterker dan bij Ajax. Als je gewoon eerlijk bent. Het is de wereldtop, die hero. Je moet gewoon lekker je spel gaan spelen met flair. Durven voetballen, ook weer compact gaan spelen. En ook wel weer een beetje wat uitlokken. En dan in balbezit gewoon durven voetballen en niet bang zijn. Ja, als kenner van Barcelona, kan jij de huidige spelers er nog wat tips meegeven? Van Barcelona of hier? Kan je de Ajax er nog wat tips meegeven? Gewoon van gaan genieten en lekker gaan voetballen. Niet bang zijn om fouten te maken. En gewoon lekker met Brani spelen. Dan komt het vanzelf. Je kan moeilijk druk gaan zetten op dit team. Want ze kunnen onder druk ook voetballen. Als je ze ruimte geeft, wordt het moeilijk. Dus het is gaan genieten. Niet in de ronde gaan kijken, maar de beuk erin gooien. En compact spelen. En ook durven te voetballen in balbezit. Ik denk dat je dat gewoon moet gaan doen. En dan zien we wel wat de uitslag is.